waarom hij nou wel en zij nou niet. Dit is Joost van der Vondel. De grootste dichter en toneelschrijver die Nederland ooit gekend heeft. En hier, midden in het Vondelpark, dit enorme stenen eerbetoon aan deze grootheid uit de Nederlandse letterkunde. Als je iets soortgelijks gaat zoeken voor een schrijvende vrouw, kan je lang zoeken. Het is er niet. En dat terwijl de grootste schrijver van de 18e eeuw, de 18e eeuwse Vondel, was een vrouw. Lucretia van Merken. En het is dit jaar haar 300ste geboortedag. En toen zij overleed, was er ook meteen het plan om een soortgelijk enorm megalomaan monument voor haar op te richten. Het is er nooit gekomen. In tegenstelling tot die van Vondel in het midden van de 19e eeuw. En waarom hij nou wel en zij nou niet? Om daarachter te komen, ga ik naar het Alapiersum. Lieke, jij bent Neerlandica en gastconservator hier in het Alapiersum. Waarom heeft Vondel nou uiteindelijk wel zo'n groot monument gekregen en Lucretia van Merken niet? Ja, dat is een hele goede vraag. Want als je gaat kijken naar zeker schrijvende vrouwen en het belang dat zij hebben gehad voor het Amsterdamse toneelbedrijf, dan is dat echt ongekend. En in de huidige tentoonstelling die je kan zien hier in Amsterdam Creatieve Stad, hebben we geprobeerd om al die vrouwen bij elkaar te brengen. En de grote hoofdrol in die tentoonstelling wordt gespeeld door Lucretia van Merken. Nou, ik laat je daar gewoon even zien. Nou ja, hier zie je dus naast misschien wel de allerberoemdste scène uit Vondels Gijsbrecht. De moord op de nonnen, hè? Ja, ja. Zie je de vrouwelijke Vondel uit de 18e eeuw, Lucretia van Merken. En wat maakte haar nou de Vondel van de 18e eeuw? Om die vraag te beantwoorden moeten we natuurlijk eigenlijk gewoon haar teksten weer gaan lezen. Gelukkig heeft het Alapiersum echt een enorme collectie aan werken van Merken. Dus we kunnen naar boven, naar de lezer. Ik heb al wat voor je klaargelegd hier, zodat je een beetje kan proeven aan dat literaire talent, dat ongekende talent van Merken. En ja, dat blijkt eigenlijk al uit een van de eerste werken die zij onder eigen naam publiceert, Het Nut der Tegenspoeden. Heel intiem gedicht dat eigenlijk gaat over hoe ongeluk uiteindelijk tot het grootste geluk kan leiden. Want hiermee breekt ze door. Ja, 1762 en eigenlijk is ze vanaf dat moment ook niet meer te stoppen. Want kijk, ik weet dat in 1774 opent zij de Nieuwe Schouwburg met Jacob Simonsz van der Rijck. Zoals Vondel ooit de eerste schouwburg op de Keizersgracht. Opent zij de schouwburg op het Leidseplein, dan zie je al meteen wat voor grand dame dit is. Ja, en misschien nog wel een grotere grand dame dan Vondel ooit is geweest. Althans, als we hebben ooggetuigen verslagen van die opening van die schouwburg. En daar zie je heel mooi wat dat met het publiek deed. En nou ja, heel klein stukje. Schoon velen bijna geheel gekneusd binnenraakten en met hun ijver geen geringe pijnen als mede het verlies van hoed, pruik, muts, schoenen of gescheurde kleren hebben moeten betalen. Dat kostte het om bij een Van Merken te zijn. Als je Van Merken wil zien, dan moet je je schoen en je schoenen. Zo leefde literatuur in de 18e eeuw. En waaraan kan je de populariteit van die Van Merken nou nog meer zien? Nou ja, als we het dan hebben over nalatenschap, hè, monumentalisering, dan hebben we het over... Er waren zoveel reacties die opkwamen na haar dood. En ik heb er een paar bij elkaar gelegd. We hebben natuurlijk al dat de bundeltje lijkdichten stond op zaal. Maar er verschenen ook talloze pamfletten waarin het verdriet van de gemeenschap over het afsterven van die grote Lucretia werd bezongen. En ja, dat zijn klinkende verzen, zoals Adriaan Loosjes die dan ook roept. Gij hebt voor de eeuwigheid gezongen. Gij hebt voor de eeuwigheid. En wordt er dan ook al nagedacht over een monument, hè, zoals dat voor Vondel kan? Dat moest vereerd worden met een groot monument. En er zijn talloze plannen komen vrijwel direct na haar overlijden op gang. En er zijn zelfs ontwerptekeningen, en ik heb er hier eentje. Een monument 4,5 meter hoog, 2,5 meter breed. Dat komt makkelijk concurreren met dat monument van Vondel veel later. Maar het is er nooit gekomen. Het is er nooit gekomen. En
toen zij leefde, hoe kon je zien dat ze toen dan zo populair was tijdens haar leven? Nou, een van de dingen waar je dat heel mooi aan kan zien is de hoeveelheid fanmail die deze magistrale brieven. Vrouw ontving. Ja, absoluut. Van de grootte van haar tijd zelfs, Betje Wolf, wel bekend, die klom meermaals in de pen om haar grote idool te bewieroken. Maar Van Merken die reageerde daar eigenlijk zelden op. Wat we wel hebben is een aantal andere brieven van haar. Dit is een brief van Van Merken. Dit is echte Een echte Van Merken. Brief. Dichterbij gaan we niet komen. Ja, kijk hier. L.W. Van Merken. Maar Lieke, kijk. Zo'n groot monument voor Van Merken gaat er niet meer komen. Maar zo'n brief, zo'n fanbrief waar niet op geantwoord wordt, dat kunnen wij ook. Spreek je haar eigenlijk aan? Gewoon beste Lucre. Zeker? Niet geachte mevrouw Van Merken? Geachte mevrouw Van Merken? Ja, je. Of u. Gij? Gij? Ik vind u wel veilig om zijn jaar. Nee. Lik jij hem dicht? Goed. En waar brengen we dit nou naartoe? De meest logische plek, de oude kerk, waar haar graf. Oké, wat is het nummer? X45, middenschip 45. Dit is toch middenschip? Ja. Waar zie je die nummers op elkaar? Hier, dit is K20. Niet het koren? Nee, het middenschip. Wat? Onder de kerk? Nee. Ik kan niet doortellen, hè? Dat is te makkelijk gedacht. Dat is 140. Ja, Lieke? Lieke? Dan heb ik Van Merken gevonden wanneer ik Lieke kwijt. Lieke, ik heb hem. Echt? Helemaal vooraan. Niet. Jawel. Ja. 45, Nicolaas Simmelsson van Winter. Ik weet, zij willen niet naar Van Merken. We zijn er. Zie maar. Wat is een beetje een dingetje. Ja, vertekend. Zal ik neerleggen? Ja. Samen? Dichterbij gaan we niet komen. Nee, waarom? Nou, initialen. Dus dit is het uiteindelijk geworden? Nee, gelukkig niet. Dat grote monument dat kwam er dus niet, maar er kwam wel uiteindelijk wat anders. Hier. Oh. In 1828, na heel veel gesteggel en onderhandelingen, kwam er uiteindelijk toch nog een gedenkteken voor Lucretia Wilhelmina van Merken. Of voor Lucretia en haar man. Man, ja. En de man staat bovenaan. Ja, vanzelfsprekend. En weet je, ik denk dat we dit 300ste geboortejaar nou eens moeten aangrijpen om ook dat verdiende monument voor Van Merken te gaan oprichten. Geen monument van steen, maar gewoon door haar weer eens echt te gaan lezen. En spelen. En dat ze dan, net als Vondel, weer de aandacht krijgt die ze verdient.